Yo gasten, Gameboji, dit wordt denk ik het spannendste filmpje die ik ooit heb gemaakt in mijn Clash Royale carrière. Ja, carrière, het klinkt heel officieel, is het niet echt? Maar in ieder geval, ik heb momenteel 4890 trofeeën. Holy shit. Met andere woorden, dat betekent dat ik nog maar één keer hoef te winnen en ik zit in meester 1. Ik heb nog nooit in meester 1 gezeten. Dit is trouwens ook een record waar ik momenteel op zit. Dat zien we hier ook. Hoogste van het seizoen. 4890. Vorig seizoen had ik volgens mij 4700 nog wat gehaald. Dus ik zit nu al 100 trofeeën hoger als vorig seizoen. Maar ik hoef nu nog maar één keer te winnen. En ik zit in meester 1. Ik ben nu zo dichtbij. Ik moet nu winnen. Als ik nu verlies, word ik helemaal gek. Maar als jullie mij willen supporten in tijdens deze meester 1 reis eigenlijk. Laat natuurlijk allemaal even dat duimpje omhoog achter. 2000 likes op deze video zou heel awesome zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Maar ik ben zeer gespannen. Maar ik moet nu verder niet lullen. We gaan gewoon het potje spelen. Mocht ik dit potje trouwens niet meteen winnen, is er niet heel veel aan de hand. Daarna moet ik twee keer winnen. Als ik nu twee keer achter elkaar verlies, dan is het wel voorbij voor deze video. Dan moet ik het een andere keer weer proberen. Maar ik zit nu zo dichtbij. Ik wil het nu halen. Oh, ik durf bijna niet te zoeken. Ik ben bang dat ik een goede tegenstander tref. Nou, dat is trouwens bijna wel zeker dat ik een goede tegenstander tref. Maar we zullen zien. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hij is in ieder geval level 12. Nou ja, ik ben vaak genoeg tegenstanders tegengekomen van level 13. Dus op zich gaat dat er nog mee door. Ik begin met de tovenaar. Dan wacht ik even af wat hij gaat doen. Hij doet tot nu toe niks. Oh, hij zet de P.E.K.K.A. in. Dan zet ik hierachter zo meteen vleermuizen. En dan zet ik mijn reuzenskelet hiervoor neer. Dan is de toren waarschijnlijk afgeleid. Kan ik die P.E.K.K.A. makkelijk verdedigen. Sterker nog, als hij dit van mij niet verdedigt, dan kan ik misschien ook nog wat damage doen op zijn toren. Die babydraak, ja, dat is wel een beetje balen. Oh, nice. Het is wel ideaal, want die bom die maakt er alles dood. Die prins die kan ik nu ook makkelijk verdedigen. Oké, dit ging tamelijk makkelijk, het verdedigen van deze aanval van hem. Misschien dat ik zelfs nu wat damage kan doen. Want mijn gunstelingen zitten bij storen. Oké, nice. Dit ziet er goed uit. Kijk dan. Ik doe gewoon best wel wat damage. Oh, ik wil winnen, ik wil winnen, ik wil winnen. Tot nu toe gaat het prima dit potje. Maar ja, je moet natuurlijk niet te snel enthousiast worden. Ik zet hier even een houthakker. En wat zou ik doen? Wacht heel even, dan zet ik hier ook nog Goblin Band neer. Dan kan ik dat daar verder ook allemaal makkelijk verdedigen. En dan zijn er zelfs nog wat goblins levend. Dus dat is ook chill. En daarmee kan ik ook weer wat damage doen. Sterker nog, daar doe ik nog meer damage mee dan de gunstelingen van net. Ik heb gewoon al meer dan 1000 HP van storen af. Dit gaat echt heel goed. Dit gaat echt heel goed. Oké, tovenaar, hij komt weer met de P.E.K.K.A. Maar ja, die P.E.K.K.A. die kan ik op zich wel makkelijk verdedigen met zo'n reuzenskelet en met wat vleermuizen erbij. Helemaal met de tovenaar erachter. Dan kom je er echt niet langs. Dus ik denk dat hij zo meteen ook weer een babydraak gaat inzetten. Of een elektrische tovenaar kan natuurlijk ook. Doe ik weer vleermuizen erbij. Hij zet bevriezen in. Is op zich niet eens heel erg, want mijn tovenaar die blijft gewoon levend. Wat kan ik doen? Ik zet wel even een stam neer. Dan blijft mijn tovenaar denk ik helemaal levend. Ja, dit was echt perfect time, die stam. Dus dan moet hij dit ook nog gaan verdedigen. Doe ik hier even goblin benden om die prins nog neer te halen. Want dan denk ik dat hij daar ook niet voorbij gaat komen. Wel level 8 hoor. Hij heeft gewoon alles maximaal. Maar inderdaad heb ik die prins makkelijk verdedigd. Oh, dit gaat echt heel goed, dit potje. Weer één hit met de goblin. Weet je, één hit, dat kan misschien aan het eind van dit potje gewoon het verschil maken tussen winnen en verliezen. Je weet het niet. Ik wou een vuurbal doen op die ijstovenaar. Ik heb toch maar net besloten om het niet te doen. Nu doe ik het wel. Dan heb ik die elektrische tovenaar en die ijstovenaar tegelijk. Die elektrische tovenaar is dan dood. Dus dat is wel echt een voordeel. Doe hier even een goblinbende. Doe hier nog even een tovenaar. Doe ik hier nog even een houthakker. En dan hoop ik dat ik de boel daar dan een beetje kan verdedigen. Hier even vleermuizen. Oei, 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 oei. Hij komt er nu wel een beetje door. Hier nog even snel een stam inzetten. Kom op, goblinbende. Dan heb ik het uiteindelijk nog redelijk weten te verdedigen. Maar hij heeft wel wat damage kunnen doen. Dat is wel balen. Maar ja, het lukt natuurlijk niet altijd om alles goed te verdedigen. Ik doe hier trouwens wel even een vuurbal. Heb ik die ijstovenaar ook meteen dood. En dan heeft hij nog maar 600 HP. Nu moet ik heel goed gaan verdedigen en zorgen dat ik gewoon één goede counter heb en het is voorbij en ik zit in meester 1. Oh, ik ben echt gespannen. Ik ben echt gespannen. Ik weet niet of jullie het aan mij merken, maar ik ben momenteel echt gespannen. Hier even voor de gunstelingen.
Wat zou ik verder doen? Ik denk dat hij zo weer bevriezen in gaat zetten. Doet hij inderdaad. Ik kan hier even een goblinbende inzetten. Ja, dan verdedig ik daar de boel redelijk makkelijk. Doe ik hier nog even een stam. Doen we hier dit. En dan doe ik hier even een houthakker. Zodat de boel daar nog een beetje overleeft. En dan kunnen we hier een reuskelet inzetten. Nice. En dan blijft mijn tovenaar erachter gewoon leven. Dus dat is echt een goede zaak. Ik doe hier gewoon een vuurbal. Maakt niet uit als hij iets inzet. Oh shit, hij zet dan net zijn pack en dat is dan wel jammer. Doe ik even goblinbende. Wat zou ik verder doen? Ik denk dat die bom daar alles wel dood maakt. Ik hoop dat die pekka daardoor ook dood gaat. Maar ik denk dat dit een gelijkspel gaat worden. Ja, inderdaad, dit wordt een gelijkspel. Ik kan nog even dit neerzetten. Doe ik even welke houthakker neerzetten. Maar holy shit, wat was ik dichtbij. 348 HP had hij nog. Als ik dat van Storen had af weten te krijgen, zat ik nu gewoon in meester 1. Maar nu net niet. Ah, shit. Mijn hele clan die is ook bijna. Die is aan het meekijken. Super nice. Oh, oké, okay. We gaan nog een keer. Oh, ik moet winnen. Oh, dat is een potje. Holy shit, dit is mijn eerste potje ooit in meester 1. Ik moet nu dus tegen iemand die al in meester 1 zit. Oh, sick. En dit is trouwens wel een level 13, dus dat is wel een beetje behalen. Ik begin met de tovenaar en dan wil ik daar zo meteen een reuzenskelet voor neerzetten. Ah, oh, sowieso dat hij maximaal... Oh nee, hij heeft niet eens maximaal. Oké, okay, nou dat is dan weer een meevallen. Dan blijft mijn tovenaar nog eventjes levend. Ik denk dat hij zo meteen wel een zap of iets dergelijks gaat inzetten. Ik doe hier trouwens even vleermuizen. Wat zou ik verder doen? Ja, inderdaad zet hij een zap neer. Maar die vleermuizen die zet ik daardoor... Daarom expres ietsjes meer aan de zijkant. Zal die bom in bereik zijn van Storen? Ik hoop het. Ja, holy shit. Ik heb meteen zoveel damage gedaan. Hier even horde gunstelingen. Het begin van dit potje is weer goed. Net zoals het vorige potje. Die pijlen zijn wel een beetje irritant. Die speergoblins laat ik maar even. Ik moet gewoon even wat elixir sparen. Weet je, ik heb ook al behoorlijk wat damage gedaan op zijn toren. Ik moet er nu gewoon even voor zorgen dat ik wat elixir heb. Mocht hij met een andere aanval komen, dat ik dat dan ga verdedigen. Bijvoorbeeld nu moet ik het wel gaan verdedigen. En dan wil ik eigenlijk zo meteen hiervoor een reuskelet inzetten. Oké, dit doet hij goed. Dan doe ik hier even een stam. En dan is daar het meeste wel dood. Dit is trouwens wel irritant, die hutjes. Maar ja, je kan er niets voor tegen doen. Ik zet hier nu even een reuskelet neer. Dan voorkom ik in ieder geval de rest van de damage van die speergoblins. En ik hoef nog maar één keer met de reuskelet in de buurt van Storen te komen... En het is gewoon voorbij. Ik doe hier even goblinbende. Ik wil eigenlijk zorgen dat mijn reuzenskelet bij zijn barbarenhut komt. Maar dat komt hij helaas niet. Dit is echt oké. Okay. Nu krijg ik een probleem. Het begon heel goed dit potje. Maar nu gaat het opeens heel slecht. Ik moet even wachten tot ik mijn tovenaar heb. Dan kan ik die barbaren even makkelijk neerhalen. Maar dan denk ik dat hij zo meteen weer een vuurbal gaat inzetten. Dat doet hij inderdaad. Gelukkig blijft mijn tovenaar nog wel leven. Maar dan heeft hij behoorlijk wat damage weer kunnen doen. Blijf leven, tovenaar. Nee, dat doet hij niet. Ik doe hier nog even harde gunstelingen. Wil ik daar zo meteen een reuskelet weer voor neerzetten. Nou ja, dat heeft nu ook geen nut meer. Oh shit. Ik denk dat ik dit misschien ga verliezen. Maar ik moet de moeite nog niet opgeven natuurlijk. Hier even goblinbende neerzetten. Doen we hier even een stam. Doen we hier even vleermuizen. Dan verdedigen we daar de boel. En hij heeft zijn zep nu gebruikt. Dus dat is mooi. Hij heeft natuurlijk nog wel pijlen. Maar op zich maakt dat niet heel veel uit. Het is nu mijn beurt om te knallen. Die vuurbal raakt hij de tovenaar. Ja, die raakt hem. Maar blijft hij levend? Ja, hij blijft levend. Chill. Hier even goblinbende neerzetten. Wat moeten we doen? Die goblinbende. Oh, nog maar 100 HP. Shit, man. En hij heeft ook pijlen, dus dat is ook balen. Dus ik kan ook niet echt aanvallen met mijn gunstelingen. Ja, ik weet gewoon niet goed hoe ik moet aanvallen tegen deze tegenstander. Hier nog even een stam neerzetten. Oké, hij heeft nu zijn pijlen verbruikt. Maar ja, nu duurt het nog maar 6 seconden. Ik kan me nog maar harde gunstelingen inzetten. Ja, hij doet vuurbal en hij heeft gewonnen. Shit. Het vorige potje was ik zo dichtbij. Niet normaal. En nu verlies ik. Oh, shit. Oké, weet je wat? Ik weet het even goed gemaakt. Ik ga nu een potje voor mezelf spelen. Als ik dat potje win, dan ga ik het volgende potje weer opnemen. Als ik hem verlies, is het voorbij. Dus het volgende potje speel ik even voor mezelf. Holy shit, dit was ook weer een ziek intens potje. Al die potjes op dit moment zijn zo close. Dan scheelt het gewoon niks. Maar ik heb het potje weer gewonnen. Dat betekent dat we nu het volgende potje weer kunnen promoveren. Weet je wat? We gaan gewoon meteen door. Oh, ik ben zo gespannen. Oké, dit wordt mijn tweede potje. Want vorige was niet in meester 1, maar dit moet ik weer spelen in meester 1. Oké, hij gaat snel van start. Meteen een goblinbende. Dan kunnen we meteen zien of hij een lock of iets dergelijks heeft. Dat heeft hij niet. Oké, gaan we even via deze kant. Houthakker. Doen we nog vleermuizen erachter.
Zal ik die boogschutters ook nog verdedigen? Ja, dat doe ik wel. Ik doe wel even een stand. Doen we ook een paar, weer een klein beetje damage op zijn toren. En op zijn linkertoren hebben we ook behoorlijk wat damage gedaan. Dus weet je, hij begon snel, maar uiteindelijk pak ik de meeste damage. En daar gaat het uiteindelijk om. Wat zal ik nu doen? Ik denk een reuzenskelet en daarachter een tovenaar. Eerst even kijken of hij misschien nog gaat komen. Als ik volledig elixir heb, ja, je zet daar een bul neer. Oké, dan zet ik aan deze kant mijn reuzenskelet neer. Want als ik via de andere kant zou gaan aanvallen, dat zou dan te veel risico zijn. Dat is niet slim om te doen. Ik denk, zal ik die tovenaar erbij neerzetten? Daar wacht ik heel even mee totdat die bul gefocust is op mijn reus. En dan zet ik hem er nu bij. En dan kan ik die bul hartstikke makkelijk doodmaken. En dan zet ik nu aan deze kant de Goblin Bende. Dus dan moet je die daar ook nog gaan verdedigen. En oké, hij heeft ook nog een grote pekker. Oh shit, hij heeft nu trouwens wel een lock. Dat is wel jammer. Maar die grote pekker kan ik makkelijk verdedigen met die vleermuizen. Want hij verdedigt ze niet. Ja, inderdaad. Dat gaat echt heel makkelijk. Dan denk ik dat hij... Ja, heeft hij dan pijlen of een zap? Ik weet het eigenlijk niet. Weet je wat? Ik ga er gewoon nu achter komen. Ik ga gewoon houthakker. Horde gunslingen. Oh shit. Hij doet precies hetzelfde, alleen aan de andere kant. Ik moet nu wachten totdat ik mijn vuurbal gereed heb. En dan moet ik die daarop gaan vuren. Ik heb zijn toren wel, maar hij heeft mijn toren ook. Dus dat is jammer. Doe ik nu vuurbal om in ieder geval wat damage te voorkomen op mijn hoofdtoren. Maar nu hebben we allebei elkaars toren. Ja, we deden eigenlijk allebei precies hetzelfde op hetzelfde moment. Alleen nam ik misschien iets te veel risico. Misschien had ik dat beter kunnen verdedigen. Maar ja, daar is het nu te laat voor. We moeten nu gewoon focussen. We staan er nu eigenlijk weer gewoon helemaal gelijk voor. Hier even een reuzenskelet. Nou ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Hij gaat via dezelfde kant aanvallen met een bul. Ja, dan doe ik hier wel even een tovenaar achter. Wel redelijk verder achter. Mocht hij iets anders erbij zetten, dan kan ik dan nog verdedigen. Ik denk dat hij zo meteen in één keer gaat aanvallen met hier zo aan de andere kant. Met een eventuele... Nee, met een horde gunstelingen of met gewone gunstelingen en een P.E.K.K.A. Maar dat kan nu al niet meer, want hij zet zijn gunstelingen daarin. Doe ik hier trouwens even mijn horde gunstelingen. Dan kan ik het daar een beetje verdedigen. Dan kan hij wel een paar hits doen, maar niet echt veel. Dus dat scheelt weer. Doe ik hier even een tovenaar erbij. Dan heb ik momenteel best wel een zieke aanval. Nou, trouwens, die horde gunstelingen zijn nu wel dood. Maar als mijn reus bij zijn toren kan komen, en dat kan die, dan heeft hij een heel groot probleem. En dan ga ik nu winnen. Ik ga winnen. Ik kan de vuurbal erbij doen. En ik heb gewonnen. Dit kan ik niet meer verliezen. Dit kan ik niet meer verliezen. Dit kan ik niet meer verliezen. Bam. Het is me gelukt. Het is me gelukt. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Yes. Oh, ik heb hier zo lang voor moeten spelen. Maar ik zit nu in mijn meester 1. Holy shit. Wat krijgen we? Dan krijgen we een klein beloning met 25 epische en 125 zeldzame. En waarschijnlijk gegarandeerd legendarische. Dat weet je bijna 100% zeker. Maar dit is de eerste keer dat ik in Master 1 divisie zit. De hoogste van dit seizoen. 4923. Ziek nice. Ik denk dat ik vanaf nu dit seizoen niet meer ga spelen. Want dan staat er hier bij mijn record. Komt dan dit te staan. 4923. En ik wil dat graag hier hebben staan. Want het ziet er gewoon super baas uit natuurlijk. En dan ga ik volgend seizoen ga ik proberen de 5000 trofeeën te halen. Dan laat ik het hierbij voor dit seizoen. En volgend seizoen voor de 5000. Holy shit, maar wat ben ik hier blij mee. Niet normaal. Oh, het is me gelukt. Ah, yes. Allemaal felicitaties in de clan. Thanks, man. Oh, ik ben hier echt heel blij mee. Oké. Even iets in de clan sturen en dan even hier doneren. Maar dan was dit het voor deze video. Jullie zijn dus getuigen geweest van dit heilige moment dat ik meester 1 divisie heb gehad. Ik heb er uiteindelijk 3 video's voor moeten hebben gemaakt. Maar het is uiteindelijk gelukt. Super baas. Maar dan laat ik het hierbij. Bedankt voor het kijken. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk dat slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bows Army. Yeah!